kanaal. Mijn naam is Leonieke. Het is vandaag weer Workshop Woensdag en jullie kijken naar video nummer 28. Vorige week heb ik 2 pagina's gemaakt in het thema herfst. Het tweede thema dat we gaan behandelen is, zoals jullie hier zien, het thema verjaardag. Een thema dat in veel fotoboeken terugkomt. Vooral fotoboeken met kinderen, jaarboeken. Dit is de pagina die we vandaag gaan maken. Een pagina dus in het thema verjaardag. Deze pagina is heel kleurrijk en vooral gericht op kinderverjaardagen. Ik zal straks ook nog wel laten zien dat je met eenzelfde layout ook nog iets heel anders kunt maken qua sfeer. Voordat ik ga beginnen wil ik met jullie nog even mijn scherm doorlopen. Ik heb het gevoel dat ik een beetje in herhaling val. Maar ik doe het toch maar eventjes voor de mensen die pas bij video 28 invallen. Jullie zien hier het Albelli fotoboekprogramma. Ik heb een computer met Windows, dus ik heb het Albelli fotoboekprogramma voor Windows gedownload op mijn computer en geïnstalleerd. Ik werk daarmee dus offline. Naast het fotoboekprogramma dat jullie hier zien, heb ik nog mijn verkennerscherm geopend, zodat ik makkelijk bij al mijn bestanden kan. Mijn foto's, mijn cliparts die ik ga gebruiken, die kun je uiteraard ook gewoon hier vandaan halen. Maar zoals in al mijn video's haal ik mijn elementen, dus de foto's, de cliparts enzovoorts, zowel hier vandaan uit de verkenner als vanuit het Albelli programma. Dit is een screenshot van de pagina die we gaan maken. Die ga ik gebruiken als voorbeeld voor als ik zo de pagina met jullie ga maken. Alle elementen die ik gebruik, op de foto's na, want jullie gebruiken daarvoor natuurlijk je eigen foto's. Al die elementen die ga ik met jullie delen. Ik krijg regelmatig nog de vraag, waar staan al die bestanden dan? Dus ik ga dit keer aan het begin van de video laten zien. Ik zou even een filmpje van mijn kanaal erbij pakken. Hier zien jullie YouTube. Dit is een van de video's en als je dan iets omlaag scrolt, onder elke video staat een stukje informatie, de titel van de video en daaronder staat meer weergeven. Als je daarop klikt, dan zie je alle linkjes naar de bestanden die ik heb gemaakt of gebruikt, ergens vandaan heb gedownload, zodat jullie zelf exact de pagina kunnen namaken. Dus, via meer weergeven krijg je het overzicht te zien van alles wat ik heb gebruikt in de video. Als je via mobiel kijkt, dan heb je hier een pijltje waar je op kunt klikken, zodat ditzelfde menu ook uitklapt. Daar heb je dan niet de tekst meer weergeven, maar zie je hier dus een klein pijltje. Goed, tot zover dus waar je de informatie kunt vinden. Ik klik deze weer weg. En we gaan beginnen met deze pagina. Het is op zich geen moeilijke pagina, het is vooral een kwestie van heel veel toevoegen, heel veel stapelen en heel veel kopiëren. Ik ga meteen maar beginnen met een nieuwe pagina. En dan beginnen we aan de linkerkant met de foto's. Ik heb hier gekozen voor allemaal zwart-wit foto's, omdat ik dat een mooi contrast vond geven met alle kleurrijke cliparts en prints die we verder gaan gebruiken. Dus ik ga beginnen met de foto's even toe te voegen. Eerst even kijken of ik een indeling heb die daar enigszins in de buurt komt. En daar pak ik deze voor. Met 6 afbeeldingen. En die gaan we dan aanpassen. Dus we beginnen om ze allemaal een stuk smaller te maken. Met Ctrl-A kun je alles op de pagina selecteren. En met het witte bolletje op de zijde, midden op de zijde, kun je ze wat lager maken. En ook wat smaller. Kijk ondertussen met een schuin oog naar mijn voorbeeld. En dan schuiven we ze een heel stuk naar elkaar toe. Dan selecteer ik deze 3 afbeeldingen en dan kies ik voor verdelen, verticaal gelijk verdelen. En nou zijn de afstanden onderling precies gelijk. Oh. Dan zet ik ze iets omhoog. Die erbij. En dan heb ik deze 2 zo goed als een vierkant gemaakt. Afmeting, maak vierkant. Die gaan naar de buitenkant. Die staat al op de buitenkant. En dan ga ik even kijken of dat er al een beetje op lijkt. Ik denk dat ze nog ietsje smaller mogen. Terwijl ik de pagina geselecteerd heb, doe ik nogmaals Ctrl-A.
Ik ga naar verdelen en ik kies horizontaal centreren en ik kies nog een keer een verticaal centreren. En nu staat het gehele setje midden op de pagina. En ik denk nog ietsje langer maken. Ik ga nu eerst de foto's erin schuiven. Dat doe ik vanuit mijn verkennerscherm. Maar ik kan natuurlijk ook hier kiezen voor foto's. Als ik hierop klik, dan vouwt het menu uit en zo verberg ik de kolom weer. Maar het maakt dus niet uit waar je ze er vandaan haalt. Je kunt even goed zo doen. Of toch weer hier vandaan. De laatste foto gaan we er even inzetten. Dat is deze. En nu krijgen al deze foto's een kader, een vrij eenvoudig kader. Die komt uit de categorie, ik heb hem hier staan in mijn favorieten, maar hij komt uit de categorie modern. En dat is deze. Ik ga op de pagina staan, Ctrl-A, selecteer ik alle afbeeldingen tegelijk. En zo geef je ze allemaal in één keer hetzelfde kader. Want alle foto's staan nu op de pagina. Dus nu kunnen we gaan beginnen met het versieren, decoreren van de pagina. En dat is eigenlijk vooral een kwestie van heel veel verschillende elementen toevoegen. Een hele lading aan cliparts heb ik verzameld. Ze komen allemaal uit, bijna allemaal uit eenzelfde pakket. Vandaar dat de kleuren mooi op elkaar afgestemd zijn. En de pagina zo ook een mooi geheel is qua kleur. Toch wel redelijk rustig, ondanks dat er ontzettend veel gebeurt. We gaan beginnen eerst met de grote 5. Dat is een schabloon van Albelli. Ik ga eerst eventjes het printje met de streepjes toevoegen. Die schrijf ik even vanuit de verkenner. Kan ook gewoon hier. Die staat op de pagina. Is van zichzelf vierkant. Dus ik ga naar de schablonen van Albelli. Albelli heeft een aantal letters en nummers. Ze hebben ook hele woorden waar je uit kunt kiezen. Daarbij zit je dan wel vast aan de woorden die beschikbaar zijn in deze categorie. Een andere optie is nog om via rechtermuisknop of hierbovenin tekstschabloon je eigen woord te typen. Dat is in dit geval allemaal niet nodig, maar stel dat je bijvoorbeeld dit lettertype van deze 5 niet leuk vindt en je zou daar een andere willen. Met tekstschablonen kun je alles typen wat je zelf leuk vindt. Oké. En dan wordt dat woord of dat wat je typt uitgeknipt uit de afbeelding die je op de pagina had staan. Nou, in dit geval willen we hier geen hallo hebben. Ik verwijder via de rechtermuisknop het schabloon weer. Ik ga terug naar de letters en de nummers van Albelli. Ik heb gewoon een 5 nodig en ik vind deze 5 daar prima voor. Ik klik met de rechtermuisknop toepassen en de 5 wordt uitgeknipt uit de afbeelding die we op de pagina hadden gesleept. Die 5 kun je zelf door middel van de witte bolletjes op de zijde nog aanpassen als je hem smaller wilt hebben. Als je misschien wat hoger wilt hebben, dat kan allemaal, kan dat nog. Omdat we heel veel op de pagina nog gaan doen, maak ik hem niet al te groot. Ik denk zelfs iets kleiner nog dan dat ik hem hier heb. En ik ga er wel een schaduw op zetten. Dat doe ik bovenin via schaduwen. Ik kies voor een schaduw rechtsonder. Dan kun je daarna nog even kijken naar de schaduwkleur en breedte. Standaard staat hij op 5. Ik zet hem op 3. Toepassen. En zo is die mooi. Nu hebben we op beide pagina's een soort omranding, omlijsting, met ook een printje. Dat is dit printje. Ik kopieer hem even, want we hebben hem zo nog een keer nodig op de andere pagina. Dus nu heb ik er 2. Deze gaan allebei naar de achtergrond. Dat doe je via rechtermuisknop positie plaats als achtergrond. En dat doen we ook bij deze. Als je van een afbeelding een achtergrond maakt, dan zet Albelli deze standaard op 50% transparant, zodat die niet overheersend is. Dat wil ik niet, dus ik zet ze allebei op 0, zodat ze hun oorspronkelijke kleuren behouden. Dan heb ik een schabloon toegepast op deze beide afbeeldingen, want je ziet dat bij mij alleen het randje zichtbaar is en het midden is wit. Ik ga naar de categorie effecten en daar gaan we kijken naar een schabloon wat alleen een beetje een randje heeft.
Nou, zoals deze of deze. Deze zou misschien ook kunnen, maar dan krijg je allerlei ruis nog meer op de pagina. Ik denk dat deze het meest geschikt is. Nou, als we die gaan toepassen, dubbelklik, dan zie je dat we eigenlijk precies het tegenovergestelde krijgen van wat we nodig hebben. Het randje rondom is weggeknipt en binnenin zie je gewoon nog de print, terwijl wij het precies andersom willen. En daarom gaan we hier het vinkje aanzetten. Dan gaan we het schabloon omgekeerd toepassen. Dus ik ga er nog een keer heen. Ik dubbelklik erop. En nu krijgen we wel het resultaat wat we willen. Namelijk dat in het midden alles is weggeknipt van de print. En dat alleen het randje nog achterblijft. Hetzelfde gaan we doen bij deze. Klik hem aan. Ik dubbelklik op het schabloon. En voilà. En dan is het nu eigenlijk alleen. Ik zeg alleen, maar het is nog best een klusje. Een kwestie van alle cliparts op de pagina zien te krijgen. Maar omdat dat er nogal veel zijn, is dat nog wel even een klus. Ik ga eerst even beginnen met de linkerpagina, want die is het makkelijkst. Als je eenmaal meer elementen op een pagina krijgt, werkt het makkelijkste om toch via Albelli zelf te doen. Met de rechtermuisknop klik je dan een element aan, foto als nieuw object. En daarbij loop je dan nooit het risico dat je afbeelding wordt vervangen doordat je een per ongeluk... Als je bijvoorbeeld hier iets pakt, moet je altijd opletten dat je niet boven een andere komt toevallig. En nu gaat dat nog wel, maar straks staat heel de pagina vol met cliparts. Dus dan is het lastig om ze nog op de juiste plek. Dan moet je echt al in een leeg veld gaan zitten. Dan kun je hem plaatsen. Maar anders loop je het risico dat je een reeds geplaatste afbeelding vervangt. Die komt hier. Zo. Dan deze. En dit hele setje komt ook zo meteen onderin te staan. Die kunnen we dan zo ook kopiëren. Het wordt nooit gelijk helemaal zoals het voorbeeld. Maar dat maakt ook niet uit. Ik ga deze drie sterren even kopiëren. Ctrl-C, Ctrl-V. Door Ctrl ingedrukt te houden op je toetsenbord kun je met de muis meerdere objecten selecteren. Zo. Die staat precies in het midden. En dan komt die er een beetje boven. Zoiets. Hier kun je eindeloos mee aan de slag tot je alles goed vindt staan. Schuiven, draaien. Die vind ik goed zo. Dan de ballonnen. Rechtermuisknop. Foto als nieuw object. En die komen aan twee kanten langs de zijkanten staan. Dat is 1. En met Ctrl-C en Ctrl-V kopieer ik hem weer. Dan hebben we even kijken. En deze heb ik onderaan. Die mag een heel stukje kleiner. Het leuke van zo'n pakket is dat alles qua kleuren zo mooi op elkaar is afgestemd. Dat je eigenlijk zonder dat je er heel veel voor hoeft te doen al een mooie eenheid krijgt op je pagina. Ietsje groter nog. Dan komt hier de tekst nog achter Make-A-Wish. Foto als nieuw object en dan nog een stukje kleiner. Vooral het contrast van de zwart-wit foto's met al die kleurige elementen vind ik heel leuk op zo'n kinderpagina. Ook omdat er nog heel veel wit eigenlijk toch nog te zien is. Ja, voor sommige mensen is dit waarschijnlijk al een woestdrukke pagina, maar ik vind doordat al dat wit er nog omheen zit... Ja, vind ik het nog redelijk rustige ogen eigenlijk. In het midden hebben we hier nog Birthday Boy. Foto als nieuw object. En die laat ik dan aan twee kanten iets over de foto heen.
wel mooi in het midden natuurlijk. Even daarnaast klikken om te kijken of alles nu op zijn plek staat. En dat is de linkerpagina al. De linkerpagina is ook de minst bewerkelijke. Juist deze pagina heeft ontzettend veel clipartjes die we moeten toevoegen. Ik ga deze pagina even wat inzoomen. Kunnen we iets beter zien? Nou, zo moet het lukken. Nou, deze mag meteen blijven, want die hebben we er een aantal keer op staan. Maak ook echt gebruik van Ctrl-C, Ctrl-V om te kopiëren. Kan ook rechtermuisknop, klembord, kopiëren, klembord, plakken. Maar ik vind dat zelf een stuk omslachtiger, om eerlijk te zijn, dan gewoon Ctrl-C en Ctrl-V. Maar uiteraard wat je prettig vindt. Het is nu vooral een kwestie van in je boek slepen wat je nodig hebt. Rechtermuisknop, foto als nieuw object. Je maakt ze op maat. Niet allemaal even recht zetten. Zet ook niet alles dezelfde kant op. Dus roteer ook eens een afbeelding. Dat maakt het allemaal wat minder statisch en wat speelser. Daar is die. Ik ga niet alles voldoen. Zoals jullie zien heb ik hier en hier en hier heb ik stukken van de rand leeggelaten. Het merendeel van de omlijsting van de rand heb ik eigenlijk wel wat bedekt. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik laat alles gewoon iets van 3 keer terugkomen. Je kunt het terug laten komen iets groter of gespiegeld. Spiegelen kun je natuurlijk niet doen met dingen waar tekst op staat, maar wel bijvoorbeeld met dit vogeltje. Die staat de ene keer dus met zijn bekkie die kant op. Maar als we hem kopiëren, dan kunnen we hem ook via rechtermuisknop spiegelen, horizontaal de andere kant op laten kijken. Even kijken, de cadeautjes dan. Komen ook een aantal keer terug. Zorgen dat het niet te groot wordt allemaal. Je kunt eigenlijk makkelijker een positie naar voren doen dan naar achteren. Ja, soms ontkom je er niet aan. Ik doe het gewoon lekker iets anders dan op mijn voorbeeld. Als je namelijk positie naar achteren klikt, dan gaat het element wat je geselecteerd hebt helemaal naar achteren. En dan is het soms een heel gedoe om het allemaal weer naar voren te krijgen. Dus let wel een beetje op wat handiger is. Soms is het inderdaad handig om positie naar achter te doen, maar vaak ook kun je beter dan weer een ander element naar voren halen, zodat je niet bezig blijft. Het zou mooi zijn als je een element bijvoorbeeld 1 stapje naar boven of 1 stapje naar onder kunt doen, maar die optie die zit helaas nog niet in de mogelijkheden. Kijken, de kaarsen hebben we dan. Als ik zo meteen een stukje heb, dan kunnen we misschien het beste even wat doorspoelen. De meeste elementen staan nu langzaam al op de pagina, dus dan is het ook makkelijker met kopiëren en plakken. Het bloemetje komt uit de eigen cliparts van Albelli. Dus we gaan even op zoek naar dat Margrietje. Het vogeltje komt trouwens ook uit de cliparts van Albelli. Kan hier een hele tijd zoet mee zijn hoor, totdat je het perfect vindt. Kijk, dan heb ik nog als laatste wat sterretjes op de achtergrond. Dat zijn deze. Foto als nieuw object. En die maak ik een stukje kleiner. Die heb ik namelijk niet over de hele pagina gedaan. Ctrl-C, Ctrl-V. En nog eentje. Die heb ik alleen een beetje zo over die middenstrook laten lopen. En dan kun je er nog voor kiezen of je ze voor alles langs wilt laten lopen of erachter. Ik doe het even erachter, denk ik.
Zo. En wat we nu nog kunnen doen is even alles selecteren. Ctrl-A op deze pagina. En daar nog even die schaduw ook op te zetten. Zodat al die elementjes er nog wat meer uit ploppen. Dit is wel heel erg veel. Dus we gaan even weer de breedte wat aanpassen. Ik zet deze even op 1. Want het zijn zoveel elementjes en anders worden het zoveel schaduwen. Maar net even genoeg. Kunnen we meteen kijken of er nog dingen zijn die we heel erg storend vinden. Hier nog iets meer ruimte. Dat je hier nog een soort van opening hebt. Dat is wel net iets mooier, iets ruimtelijker. En van die sterretjes ga ik de schaduw afhalen, want daar vind ik het niet mooi. Schaduw geen. Ook nog even bij dit sterretje de schaduw eraf halen. Pak wel de 5 mee, maar dat gaat even niet anders. Dus nu ga ik de 5 zelf weer selecteren en krijgt hij ook weer zijn schaduw. Maar die had een iets grotere schaduw. 3 dacht ik. Toepassen. Ga ik ons voorbeeld weer even uitzoomen om te kijken of die nu hetzelfde is. En dat is die wel ongeveer. Ik denk zelfs dat ik toch nog een ander schabloon op deze had. Kijken welke dat dan zou zijn. Dat moet dan wel een heel dun randje zijn. Kijken deze misschien. Omgekeerd toepassen staat aan. Nee, die is het ook echt niet. Misschien is deze beter. Die is nog net iets subtieler. Net iets rustiger. Ik denk dat het zo aardig is zoals in mijn voorbeeld. Misschien nog één strikje erbij. Ctrl-C, Ctrl-V. Ja, daar is die. En die zet ik dan nog weer een positie naar achteren. En dan de 5 weer naar achter. Dat zwart-witte vind ik dan nog net wel weer eventjes leuk om ook daar terug te zien. Zorg een beetje dat je die lijnen van die 5 wel houdt. Dat je hem ook weer niet te rond maakt. Doordat je alles naar binnen laat komen. Ik denk dat dit zo wel aardig is. Die lijn van die 5 zit er nog goed in zo. Nou, en dan denk ik dat het zo'n hele feestelijke pagina is geworden. Deze pagina is helemaal in het thema verjaardag. Feestelijk, ballonnen, sterretjes, cadeautjes en allerlei cliparts die daarbij passen. Ook wel echt een kinderverjaardag. Maar nou heb ik met hetzelfde idee en bijna dezelfde layout heb ik ook nog een reispagina gemaakt. En die wil ik jullie ook nog heel even laten zien. En dan heb je een heel ander idee en een heel andere sfeer. Ik zal even de slotjes eraf halen, zodat ik overal ook bij kan. Het is eigenlijk dezelfde opbouw van die afbeeldingen. Ik heb alleen even de pagina's gespiegeld. Ook weer die 6 afbeeldingen, precies zoals hier. In het midden zo'n word art, clip art geplaatst. En daaromheen allerlei andere clip arts. Nu dus helemaal in het thema reizen. Hier dus een schabloon van Albelli, maar dan uit de categorie woorden. Het fijne van de standaard Albelli schablonen, even ten opzichte van de eigen tekstschabloon, is dat het mooie dikke letters zijn. En dat werkt altijd mooi als je een schabloon wilt gebruiken. Want dan zie je tenminste ook nog iets van de afbeelding die erin zit of de print. Als je zelf gaat typen in een tekstschabloon, kan natuurlijk heel goed. Maar dan moet je wel heel goed kijken welk lettertype je daarvoor kiest. Ja, zodat die letters genoeg body hebben om ook echt iets te kunnen laten zien. Als het te iel wordt, dan is zo'n tekstschabloon niet mooi, in mijn mening. Dus wat ik hier nog meer allemaal heb gedaan. Dit is een achtergrond van Albelli uit de categorie reizen. Hier heb ik ook een achtergrond van Albelli gebruikt, uit de categorie reizen. Die zal ik even laten zien.
reizen en vakantie. En dat was deze achtergrond. Ik zal heel eventjes naar een lege pagina gaan om te laten zien hoe ik dat nou heb gedaan. Ik heb deze achtergrond gebruikt van Albelli. Toepassen. Dan staat hij op de pagina. Wat heb ik er nou mee gedaan? Ik heb hem eerst via bewerken. Heb ik hem sepia gemaakt. Klaar met bewerken. En daarna heb ik er een schabloon op toegepast van Albelli uit de categorie effecten. En dan is het even kijken welke je leuk vindt. Bijvoorbeeld deze. Ik moet nu wel opletten dat omgekeerd weer uitstaat, want ik wil de schablonen gewoon gebruiken. Dus bijvoorbeeld deze. Even teruggaan om te kijken of dat erop lijkt. Ja, zoiets zou het kunnen zijn. En dan kun je eventueel nog spelen met de transparantie of als je hem iets lichter wilt. Goed, weer even terug naar die pagina. Nou, rondom dus een aantal cliparts die ik ook allemaal met jullie zal delen in de informatie onder de video. Hier dus het schabloon van Albelli, het woordschabloon uit deze categorie, waar ook weer een schaduw op zit. En hier heb ik dus verder eigenlijk een beetje hetzelfde gedaan, maar dan ietsje rustiger als de verjaardagpagina. Heb ik gewoon een aantal cliparts op elkaar gestapeld. Het zijn er toch ook nog wel wat. Hier zit er bijvoorbeeld nog eentje achter. Het tapeje wat jullie hier zien zit hier bijvoorbeeld ook weer achter. Hier vond ik het dan ook weer leuk om te spelen met de posities. Deze cliparts zitten allemaal boven het schabloon. Hier heb ik bijvoorbeeld nog een stikseltje er langs laten lopen. En dat loopt ook hier nog. En hier zijn de cliparts boven het schabloon geplaatst. En hier zie je het tapeje met het vliegtuigje. Die zie je hier ook. Die heb ik er in dit geval weer achterlangs laten lopen. Het is leuk om ook te spelen met die posities, want het geeft net wat meer diepte aan je pagina. Dingen die er voorlangs lopen, die er ook weer achterlangs lopen. Dat is een kwestie van lekker mee aan de slag gaan. Zover dus de pagina van deze week. Ik heb er dus nu eigenlijk een beetje een combinatie van gemaakt van zowel een themapagina in het thema verjaardag, als ook hoe je schablonen vanuit Albelli, of dat nou de standaard tekst of nummer schablonen zijn van Albelli, of dat je daar zelf een tekstschabloon voor maakt door te typen wat je maar wilt eigenlijk, in een lettertype wat je maar wilt. Dat kan zowel in de Windows software als in het fotoboekprogramma voor de Mac. Door het maken van die twee pagina's wil ik eigenlijk ook even nog benadrukken dat alle pagina's die ik maak in het Albelli fotoboekprogramma natuurlijk in een bepaalde stijl of sfeer zijn, maar dat het uiteraard aan jullie is om daar helemaal je eigen draai aan te geven met je eigen foto's, je eigen clipart. Sommige dingen die ik maak zijn misschien heel uitgesproken qua sfeer of qua stijl. Maar als je die met je eigen foto's maakt en je eigen cliparts en de dingen die je er zelf bij zoekt en mooi vindt, dan kun je dat helemaal naar eigen wens opmaken. En dat zie ik ook heel veel gebeuren in de Albelli Club Facebookgroep. Het is heel erg leuk om alle creaties te zien die geïnspireerd zijn op de video's die ik heb gemaakt. Je ziet dat mensen daar heel creatief mee aan de slag gaan en er komen ontzettend leuke dingen uit in heel andere thema's en heel andere kleurencombinaties dan dat ik heb gemaakt. En dat is eigenlijk ook nog steeds gewoon de bedoeling van, ja, van mijn kanaal en van de video's die ik maak. Ja, het moet gewoon dienen als inspiratie. Dat is het idee daarachter. Tuurlijk is het prima als je het exact namaakt. Dan geef ik ook altijd alle linkjes erbij op. Maar nog leuker is het natuurlijk als je een pagina helemaal naar eigen smaak en met je eigen elementen vult, zodat het echt jouw pagina wordt. Maar nogmaals, doe ermee wat je wilt en hopelijk heeft het in ieder geval weer geleid tot wat meer inspiratie. Ik kijk nu alweer uit naar al jullie creaties en interpretaties van deze pagina's. Ik hoop ze op de Albelli Club Facebookgroep ook weer terug te zien, zodat jullie ook daar elkaar weer kunnen inspireren tot het maken van nieuwe, mooie, creatieve pagina's in je Albelli fotoboek. Tot zover weer deze workshop woensdag. Ik hoop dat jullie de pagina leuk vonden. Zet een duim of een reactie onder de video als je hem hebt gekeken. Je kunt daar ook gewoon je vragen stellen als je ergens niet uitkomt of als het niet helemaal lukt zoals je dat graag zou willen. Abonneer je op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwe video's. Verder zijn jullie natuurlijk ook van harte welkom in onze superfijne Albelli Club Facebookgroep. Met inmiddels ruim 7200 leden wordt daar al bijna 2 jaar lang dagelijks een enorme dosis aan tips en tricks en inspiratie geplaatst. Je kunt daar je vragen stellen. Je kunt daar gebruik maken van de schablonen die door leden worden gemaakt en gedeeld. Een hele fijne groep om lid van te worden en om jouw fotoboek naar een nog hoger niveau te brengen.
Ik ga weer een nieuw thema verzinnen voor de volgende workshop woensdag. En ik zie jullie heel graag weer volgende week. Bedankt voor het kijken. Hoi hoi.